Dank van Zwarte Piet. Dus als jullie allemaal weer een bal kunnen trekken, wat gaan we volgen? Mijn handen zijn te gezellig. Ja, ik ben hier echt goed in. Oké. Dit is een hele eenvoudige proef. Veel mensen kunnen niet tegen het kieten op de voet en dat buiten wij. Dus alle teamleden die mogen met hun, ieder hun eigen werktuig, krijgen ieder 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk leven in ons slachtoffer te brengen. En jullie beoordelen of dat het genoeg is. Ik ben niet zo'n kietel. Oh, zo. Klopt, lachen. Hallo! Niemand had vermoed dat we een zombie op de tafel zouden hebben. Hij is te hard kunnen. Nee, dat was over. Ja, dat was niet eerlijk. De ene heeft het andere niet. Ik ben zo schier lachen. Ja, jullie best niet. Oké, zijn de voeten zijn rood hoor. Ja, daar zie ik nu. Dan ga ik aan de hand. Hier is de dood. Ik zeg het wel sterk. Ook bij deze proef geldt dat het ondergaan van alle sterrenkleur wordt. Even voor de duidelijkheid, normaal gesproken hebben we bij alle teams evenveel proeven die alle sterren opleveren door het ondergaan. Dus er is balans. Dus hij heeft sowieso alle sterren. Maar ik wil weten wat jullie ervan vonden. Was het een extra ster waard? Kom op, hij heeft niet gelachen. Dat is wel netjes. De reacties zijn verhaald en ik ken de laatste ster. Volgende keer. Geld. Laatste proef. Jullie blijven meer punten dan met mij. Ja, maar ik heb er wel. Ik heb er wel.